Ik las een onderzoek over armoede en rijkdom in de wereld. En in dat onderzoek werd gezegd dat de 5 rijkste mensen van de wereld in een bepaalde periode hun vermogen is verdubbeld. De 5 rijkste mensen van de wereld. En dat de levensstandaard wel in geheel iets omhoog is gegaan in de wereld. Maar dat de armoede is toegenomen. Dat werd gezegd in dat onderzoek. En er werd ook gezegd, die 5 rijkste mensen ter wereld, dat zijn alle 5 mannen. En als ik dat dan hoor, heb ik daar gelijk ideeën over. Dit klopt wel, dit klopt niet. Dit had anders moeten zijn, dit had meer moeten zijn of minder. Of waarom zitten er geen vrouwen in de top 5 van rijkste mensen ter wereld? Dus die ideeën komen gelijk omhoog. En als mens heb ik die ideeën. Maar het is eigenlijk een veel meer interessantere vraag. Wat is de standaard? Wat is de standaardnorm waarvanuit ik mijn mening profileer? Dus wat is de standaard? Wat is de standaard over rijkdom en armoede? Oorlog en vrede, geluk en ongeluk. Ja, en die standaard, hè? Op welke feiten is die gebaseerd en hoe betrouwbaar zijn die feiten en hoe lang houdt deze standaard aan? Want in de jaren 30 was er een andere standaard dan nu. Dus die is weer een keer verschoven. Dus de standaardnorm is tijdelijk. En voor mij is dan vooral de interessante vraag, is deze standaardnorm betrouwbaar? Of realistisch? Als kind zong ik in de kerk met kerst Vrede op aarde. Nou, de vraag is of die norm, of die standaard Vrede op aarde, of die realistisch is. En ik weet niet het antwoord erop, maar ik vind het wel een heel interessante vraag. En soms moet de zaak gecalibreerd worden, teruggezet worden naar fabrieksinstellingen, of opnieuw geëikt of herijkt worden. Dus bij alles wat er gebeurt, alles wat ik lees, alles wat ik zie, heb ik direct een mening, heb ik direct een emotie, heb ik direct een gevoel. En die is gebaseerd op mijn huidige standaard. Mijn persoonlijke standaard of de standaard van Nederland of van de wereld. En dat tweede stuk, hè? Dus ik heb een mening. Nou ja, en die is gebaseerd op een standaard. En hoe betrouwbaar is die standaard? Door dat te zeggen, verzacht de zaak. En komt er ook meer nuance in de mening over wat ik denk te zien in de wereld.